Bij een bunkerslag heb je veel snelheid nodig onderin bij de bal. In deze oefening gaan we jullie laten ervaren hoe je veel snelheid kunt genereren. We doen. Je zoekt een greenside bunker op, je legt 10 tot 15 balletjes klaar en je gaat ballen spelen met heel veel polsactie. In die polsactie daar zit heel veel snelheid, daar zit die sweeper in. En we gaan het even overdrijven. Voor je gevoel blijft het lichaam helemaal stil staan en komt de slag alleen vanuit de handen en armen. Dus hoe meer sweeper vanuit die polsen, hoe beter dat het is. We vergelijken het wel eens met een ouderwetse mattenklopper. Ik heb nog nooit iemand een mat zien kloppen waarbij de polsen helemaal stil bleven en we zo tegen de mat aan bleven slaan. Nee, dat zie ik altijd mensen doen met veel polsactie. Diezelfde sweeper, die willen we ook in de bunker hebben. Dat zorgt voor veel snelheid onderin bij de bal. Dus ga daar 10 tot 15 balletjes even overdrijven. Veel snelheid vanuit die polsen. Vervolgens probeer je dat toe te passen in de normale bunkerslag bij de volgende 10 tot 15 balletjes. Daarna zit deze oefening erop. Succes en veel plezier met trainen. Just a game.